Oudere gebouwen maken plaats voor nieuwbouw. Oskam Sloopwerken en Infra en de Theo Pauw Groep hebben de krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van hergebruik van beton uit sloopprojecten in nieuwe projecten, in plaats van het als afval af te schrijven. Bij de duurzame sloop en het transport van betonpuin staat beperken van de CO2-uitstoot centraal. Het betonpuin wordt in moderne installaties gebroken en gereinigd voordat de betongranulaten worden gecertificeerd. De hoogwaardige granulaten worden vervolgens toegepast als grind- of zandvervanging bij de productie van beton. Het nieuwe beton kan vervolgens weer als basis voor een nieuwbouwproject worden gebruikt. Met deze duurzame aanpak wordt er minder afval geproduceerd en tevens minder gebruik gemaakt van primaire bouwstoffen. Oskam Sloopwerken en Infra en de Theo Pauw Groep werken samen aan een duurzame toekomst.